Wat is er in het jaar allemaal gebeurd? Ach, mijn lieve schat, zoveel. Het is eigenlijk niet te bevatten geweest. Maar dat blijf ik zeggen. Ik vind het best wel veel meegemaakt. Ik heb nu weer drie nieuwe singeltjes uitgebracht. Of twee, sorry, twee. Ik ben met de derde bezig. Bezig ook met een album. En de herkenbaarheid op straat ook. Het is gewoon... ik dacht, het wordt steeds minder. Maar ik hoef alleen maar mijn mond open te doen. En ze zeggen van, hey Daantje. Weet je wel, zo. Helemaal leuk. Ik geniet ervan. Ja. Nu heb je het grote podium gehad natuurlijk. En mensen zien je. Je komt bij meer dan 900.000 mensen. Elke week kom je binnen. En dan hou je je herkenbaarheid hou je gewoon. En ik denk als blonde vrouw Amsterdams, ja... En niet op het bekje gevallen? Nee, zeker niet. Nog steeds niet. Maar ik ben nog steeds dezelfde als voor het programma. Met een heleboel mensen die zeggen, en dat blijf ik ook zeggen. De mensen, zoals ze mij behandelen, helemaal top. Maar doe gewoon, want ik ben ook net zo gewoon als voor het programma, weet je wel. En dat blijf ik ook. Ik ben altijd eigen baas geweest. Ik heb cafés gehad natuurlijk. Ik heb op de markt gestaan. Viskar heb ik gehad, patatkar heb ik gehad. Ik heb mijn geld verdiend op straat. En daar hou ik van. Gewoon normaal, een normale volk. En dat blijf ik ook doen. Als ik niet meer ga zingen dan, of stop met zingen bijvoorbeeld, dan ga ik gewoon weer een viskarretje kopen of een patatkarretje kopen. Het liefste zou ik dat nu nog erbij willen doen met mijn dochter samen. Vind ik leuk. Ja, hoor. Maar waarom doe je dat niet dan? Ja, ik moet nu nog even wennen aan dat bekendheid. En als dat allemaal op rolletjes loopt, weet je wel, dan ga ik samen met mijn dochter gaan we iets opstarten. En dan ga ik heel langzaam met hem mee hobbelen. En dan, ik ben ook al 50. Oktober word ik 50. Hè? En dan denk ik, maar hoe lang zing ik nog? Weet je, dat is zomaar, je bent maar een mens van de dag, hè? Dus ja. Maar voor het grote publiek ben je net begonnen. Ja, eigenlijk wel. Ja, leuk. Ja, nou, maar ja, weet je, nog een jaartje of 10 of 15 of zo. Kan mij het schelen. Maar in de tussentijd visjes bakken, patat bakken, kan mij het schelen. Leuk toch?